Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hoe gaat het? Goed. Ja? Fijn om hier te zijn. Ja. Leuk. Ja. Leuk om met jullie in gesprek te gaan. Wat ontzettend leuk dat jullie kijken. Ik mag dus in gesprek met Esma Lala. Hey. Jullie kennen haar natuurlijk allemaal als de beste bestuurder waar ze vorige week toe is gekozen. En onze bestuurder in Tilburg en lijsttrekker. Rosciano Dewarijn, jij komt uit Midden Groningen en je bent student filosofie en geneeskunde. Ja. Vertelde je zo even snel. Dat combineer je allemaal ook nog met een lijsttrekkerschap. En natuurlijk Katelijne Bouwkamp. Van harte welkom. We gaan beginnen met jou. Dat is goed. Je bent internationaal geroemd om je aanpak van de klimaatcrisis in Arnhem. The Guardian heeft uitgebreid over je geschreven. Waarom zijn ze ook in het buitenland zo gefascineerd wat jij doet in Arnhem? Ja, dat was natuurlijk een heel mooi resultaat waar ik heel blij mee was. Omdat we daar al heel lang in Arnhem ook veel kennis over hebben. En ik heb eigenlijk ervoor gekozen om als wethouder van die kennis gebruik te maken. Om daarin ook een hele duidelijke ambitie uit te spreken en dat heel concreet te maken. Dus we hebben gezegd, als we minder verstedeling willen, hoeveel dan? 10%. Als we tegen hittestress iets willen doen, wat gaan we dan doen? Dan gaan we koele routes maken. En als je zegt, het is minder verstedeling in je stad en dan min 10%, wat betekent dat concreet? Hoe ziet dat eruit? Dat betekent stenen weghalen, bijvoorbeeld een stoep die te breed is. Ja. Waarvan je weet, ja, eigenlijk gebruiken we die niet als stoep. Maar het is wel makkelijk in onderhoud, want het kost niet zoveel als daar stenen liggen. En groen is dan wat duurder. Die stenen er gewoon uithalen. Asfalt, rijbanen, een rijstrook die je niet gebruikt. Als je dan toch iets gaat doen aan onderhoud in die straat, haal dat asfalt dan gewoon weg. Dit klinkt mij wel, als ik verplaats me nu als bewoner even in Arnhem. Dan heb je een fijne grote stoep waar je kinderen lekker kunnen spelen. En dan komt de wethouder die zegt, hey, dan gaan we eens wat tegels uithalen. Hoe wordt daarop gereageerd? En vooral, hoe krijg je mensen mee in dit soort veranderingen? Nou, wat wij zien is dat mensen zeggen, hè, eindelijk. Want wij snapten al niet waarom al die tegels hier. Want we vinden het toch zo belangrijk dat onze stad groener wordt. En dat betekent, als je daar een plan van gaat maken, je gaat met bewoners in gesprek en je vraagt, waar zouden jullie dat groen willen hebben? Waar willen jullie die bomen? Kunnen jullie misschien helpen dan met ook dan de plantjes die wij best wel willen uitdelen, om die dan in de grond te zetten? Ja, dan zie je dat er een fantastische resultaat. Want dat betekent dat mensen ook niet alleen maar bezig zijn om hun straat daarin te vergroenen, biodiverser te maken, maar dat ze ook met elkaar dat doen. En dat ze ineens op een hele andere manier met elkaar aan de slag zijn in de stad. En dat is ook nog, los van dat het natuurlijk mooi is dat het klimaat adaptiever wordt, dat het groener wordt, is dat ook wel een hele mooie bijkomstigheid om te zien dat mensen het ook heel erg leuk vinden om met elkaar en met de gemeente samen die resultaten te boeken. Herkennen jullie dat? Het belang van in gesprek gaan over wat je in je gemeente wil bereiken? Absoluut, absoluut. Er is natuurlijk draagvlak nodig. He, dat merken we in Groningen natuurlijk, maar al te veel. Ja. He, daar is het vertrouwen in de overheid daalt natuurlijk heel erg veel. Omdat die gesprekken gewoon niet gevoerd worden met de bewoners. Of nauwelijks. En ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. De community komt daardoor ook veel meer bij elkaar. En je kunt veel meer bouwen vanuit onderop. En we zijn natuurlijk een mooie grassrootsbeweging. Dus dat is prachtig. Ja, en het betekent dan soms ook voor de overheid, voor de gemeente, soms op je handen zitten, hè, omdat ze het allemaal zelf doen. Want dat is eigenlijk het allermooiste wat dan gebeurt. Hè. En dan zeker dat gemeenschapsvorming. Je ziet gewoon dat met groen of moestuintjes aanleggen, dat bij elkaar tot stand komt. Ja, dat is heel mooi. Het is eigenlijk mooi dat je zegt, wat je als bestuurder soms moet doen, is even niks. Even en niks het aan mensen laten en hen daarin gewoon vooruit proberen te helpen. Ja. Ja. Het ging even over vertrouwen, wat burgers dus hebben. En jij komt midden uit het aardbevingsgebied. Ik weet dat je altijd zegt, Groningen is zoveel meer dan aardbeving, maar toch om heel even bij stil te staan. Wat betekent dat om daar te wonen? Wat zie je wat het doet met alle mensen die er wonen in jouw gemeente? Ja, ik zie dat en dat hoor ik ook vaak terug. Dat zeggen mensen ook vaak. Hè? De scheuren zitten niet alleen in onze huizen, maar die zitten vooral in onze samenleving en in onze ziel. En dat doet mij concreet eigenlijk heel veel meer pijn. We hebben te maken met een overheid die mensen wat meer tegen elkaar uitspeelt dan dat die ze mensen bij elkaar brengt. En die scheuren worden alleen maar erger en dat zorgt ook voor een kloof van bestuurders naar inwoners toe, maar ook van andere instanties die eigenlijk naast die burger zouden moeten staan naar de inwoners toe. En ik merk daarin dat het heel moeilijk is om concreet beleid te realiseren, omdat je de inwoners er gewoon niet in meekrijgt. Want die hebben bijvoorbeeld al zoiets van, ja, ik word toch niet serieus genomen door de overheid. En dat is echt schrijnend. Niet serieus genomen worden. Ja, en jij bent een van de, je bent de jongste lijsttrekker van GroenLinks. Een van de allerjongste lijsttrekkers in heel Nederland. Mm-hmm.
Waarom heb jij ervoor gekozen om, terwijl je in je tweede jaar van je studie zit, je zei, ik ga ervoor, ik ga nu, moet ik die gemeenteraad in. Heeft dat ook te maken met dat vertrouwen van burgers in mensen? Zeker. Ik denk dat het noodzakelijk is om dat vertrouwen te krijgen dat we een brede representatie hebben. Dat we verschillende groepen op verschillende belangrijke plekken neerzetten. En in mijn gemeente zag ik dat gewoon niet. Ik zie het landelijk eigenlijk ook niet. Ik zie het provinciaal ook niet. Er zijn zoveel verschillende bevolkingsgroepen die niet gerepresenteerd worden, maar die wel echt hun plek verdienen. Ik dacht, ja, weet je, het is tijd om dan ook zelf daad bij het woord te voegen. Hè? Practice what you preach. En die stap te zetten. En dan ook te zeggen, weet je, ik word dan die jongerenvertegenwoordiger. Of ik word die vertegenwoordiger van die nieuwe generatie. En we gaan het gewoon samen doen. Ja. Mooi. Het is supermooi gezegd. Ja. En we zijn heel blij dat je die stap hebt, gezet. Ik wil nog even stilstaan bij een ander belangrijk onderwerp. Wat in heel Nederland belangrijk is. Maar waarvan je zelf ook aangaf in ons voorgesprek. Ik wil het hebben over het belang van goede huisvesting. Bij ons in de gemeente en de plannen die wij daarvoor hebben. Kan je daar wat over vertellen? Ja, want wat ik dus heel veel zie is, vooral in veel kleine, middelgrote gemeenten, dat we heel veel denken, ja, dat huisvesting is een probleem van de stad. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Misschien het probleem manifesteert zich wel heel veel in de stad, maar wij kunnen een hele grote rol spelen in die oplossing. En waar heel veel jongeren geraakt worden door die problematiek op de woningmarkt, kunnen juist ook ouderen een oplossing bieden. Ik zie in de stad heel veel ouderen wonen in eensgezinswoningen, in woningen waar je eigenlijk studenten zou kunnen huisvesten. En ik denk, ja, wij in Midden-Groningen hebben zo'n mooi uitgestrekt landelijk gebied. Hier zouden we hele mooie gelijkvloerswoningen neer kunnen zetten, waar juist de ouderen uit steden heen kunnen trekken, zodat er weer plek overkomt in die steden voor studenten en starters. En op die manier bekijk je dat veel minder eendimensionaal. Hè? Dat betekent dus ook dat we meer moeten inzetten op infrastructuur. Woonbeleid gaat niet alleen over bouwen. Maar dat gaat juist over infrastructuur. Over een groene en gezonde leefomgeving. Over contact met de buren. Sociale cohesie. Ja, en als je eens tot die pijlers, dan creëer je succesvol woonbeleid. Hoe zit dat bij jullie in de gemeente? Als je kijkt naar de belangrijke opgave als het gaat over bouwen en huisvesting. Ja, dan is dat ook bij ons een urgent probleem. Waarbij we ook als GroenLinks Tilburg daar echt een nadruk op leggen. Dat we in ieder geval de keuze maken om in het centrum in te breiden. En dat betekent dus dat je heel erg oog moet hebben voor die groene leefomgeving. Dat, daar, dat je dus de hittestress zoveel mogelijk voorkomt. En we willen eigenlijk het landschap zoveel mogelijk behouden blijven. En volgens mij is er heel veel nodig. Hè, want wat je ziet in grote steden is dat huizen vaak worden opgekocht. Als beleggingsobject, terwijl wonen echt een grondrecht is. Dus het is ook belangrijk dat we vaart maken met de zelfbewoningsplicht. En dat we dus die doorstroom, wat jij net ook al noemde, is ontzettend belangrijk. Zodat wonen niet alleen maar voor de happy few is, maar dat er een markt is voor de studenten, voor de starters. Voldoende sociale huurwoningen, maar ook koopwoningen voor de starters. Dus het is echt een urgent probleem. Ja. Ik vind het mooi, Rosjana, wat je zegt. Het gaat over die hele keten. Je kan wel alleen denken, we moeten bouwen voor starters. Maar ja. Het gaat erover dat iedereen ook weer door kan stromen als het gaat voor woningen. Wij hadden het nog niet zo lang geleden, hadden wij een gesprek met elkaar. Toen ging het onder andere ook over woningen. En de druk die dat soms kan opleveren, die er is met de groene omgeving. Want je kan een stukje grond maar één keer gebruiken. En toen was je daar heel streng op. Zei je, nee, het hoeft elkaar echt niet te bijten. En de groene leefomgeving en het bouwen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, nou, dat is precies eigenlijk wat Esma zegt. En dat is denk ik ook wat ons als GroenLinks heel sterk maakt. Dat wij oog hebben voor beide. En dat we niet daarin een keuze maken. Maar dat we de keuze maken die dat met elkaar samenbrengt. En wij hebben daarin in Arnhem in ieder geval ook gezegd van als we dan daarin voor de binnenstedelijke ontwikkeling gaan, dan moet dat ook ten goede komen van een wijk die er al is. En vaak zijn er op bepaalde plekken, ook in onze stad, is het toch heel erg versteend. En daar ga je dan woningen toevoegen. Nou, we hebben onlangs hebben wij ervoor gezorgd dat we met het toevoegen van 1100 woningen zorgen voor een meer diverse wijk. Maar we gaan tegelijkertijd ook meer dan 25 miljoen in de openbare ruimte investeren om te zorgen dat het echt groen wordt voor iedereen. En dat is wel iets wat, denk, wat ook echt wat wij kunnen doen, waar we het verschil op kunnen maken. En in Arnhem worden bijvoorbeeld alle nieuwbouwwoningen natuurinclusief gebouwd. Dat is een verplichting vanuit de gemeente. Ja, en wat betekent dat? Dat betekent dat op het moment dat een ontwikkelaar een huis bouwt, dat hij daarin moet kijken wat is de biodiversiteit qua fauna en flora in het gebied waar ik ga bouwen. En wat ga ik dan aan die woningen toevoegen om te zorgen dat die dieren die er zijn, dat die daarin ook in ieder geval een nestje kunnen maken.
Dat is niet voldoende, want daarnaast heb je natuurlijk ook het groen nodig waarvan ze kunnen leven. Maar je hebt het beide nodig. En je kan dat gewoon als overheid verplicht stellen. En ja, dat is al een heel erg mooi resultaat. Dank. Het is denk ik belangrijk om te zien dat groen en sociaal prima samen kan. En ja, dat vooruitgang, zowel op sociaal, ecologisch en economisch vlak, dat het elkaar kan versterken en helemaal niet een tegenstelling moet zijn. En precies, wat betreft de gezondheid, heel erg belangrijk, juist voor ook voor de grotere steden, dat we dat ook gewoon met elkaar zo kunnen gebruiken. Esma, ik vind het leuk dat je dat zegt, want je bent al een hele tijd bestuurder in Tilburg. Maar eigenlijk pas net welkom in de GroenLinks-familie. Wat een warm welkom is het. We zijn heel blij dat je er, bent. En als je het hebt over die combinatie tussen sociaal en groen, hoe belangrijk dat is. Wat was jouw reden om je aan te sluiten bij GroenLinks? Nou, juist om die aspecten, als ik het heel plat mag staan, dan zie ik aan de ene kant dat het de aarde steeds warmer wordt en de mensen steeds armer worden. Nou, en die twee thema's, waar onder andere die je allemaal kunt onderverdelen in weer kleinere stukjes. Maar volgens mij zijn dat twee belangrijkste thema's. Het klimaat, dat we daar echt nu stappen moeten zetten, dat kunnen niet meer wachten. Maar ook bestaanszekerheid voor iedereen. Dus waar vind je dat dan allebei gecombineerd? Bij GroenLinks. Ja. En we kennen, ik kondigde je aan als degene die beste bestuurder is geworden. Maar ik denk dat de meeste mensen jou wel kennen. Van de bestuurder die een maand lang op bijstandsniveau is gaan leven. En het indrukwekkende verhaal wat je daarover hebt verteld. Wat heb je daar het meeste van geleerd van die tijd? Nou ja, je hoort natuurlijk al heel veel ervaringen en verhalen van inwoners. Dus het is vooral je bewustzijn van wat het betekent als je afhankelijk bent van een overheid en hoe dat overkomt en hoe we dan vervolgens eigenlijk omgaan met onze burgers. Zelfs met alle goede bedoelingen vragen we ontzettend veel van die burger die eigenlijk je hulp nodig heeft. En in plaats van dat we zeggen, wat fijn dat je aanklopt bij ons, wat kunnen we voor je doen? Dat je de overheid, en zeker een lokale overheid, ziet als een vindplaats om betekenisvol te zijn. Hebben we allerlei formulieren, kijken we met een bepaald beeld naar die inwoner. En ik denk juist een lokale overheid, zeker gezien de decentralisatie, kan dicht bij die inwoners staan, vanuit vertrouwen werken. Het vertrouwen daarmee ook vergroten van de burger in de overheid en de overheid uiteraard in de burger. En vervolgens zie je dan iets heel moois, dat de inwoner ook weer vertrouwen krijgt van zichzelf. Want als ik kijk in mijn portefeuille, zijn het vaak inwoners die aan de zijlijn van de samenleving staan, die het gevoel hebben dat ze niet mee mogen doen, niet mee kunnen doen. En daardoor volgt dan ook vaak niet mee willen doen. En dus ik zeg altijd, het begint met er toe doen. En dat besef, dus als je afhankelijk bent en die hulp nodig hebt, hoe dingen dus overkomen, goed bedoeld, en hoe dat anders kan en moet. En dat het juist in die periode dan fijn is dat er iemand is, dus ook een overheid, zelfs in een grote stad kan dat, naast je gaat staan en zegt, ik heb misschien nu niet de oplossing van vandaag op morgen, maar ik loop even een tijdje met je mee. En samen kijken we en werken we aan dat perspectief. En dat doe je met de huidige wetgeving die er is en de participatiewet. Zijn er nou zaken waarvan je zegt, dit zou echt, hè, dit zit nou in die wet, dit belemmert mij om op deze menselijke manier mijn stad te besturen? Ja, wat mij betreft moet heel de participatiewet op de schop. En als we dan toch bezig zijn, ook het hele stelsel van toeslagen, want dat maakt het ook niet makkelijker. Maar als ik een aantal dingen zou mogen noemen, dan is het met name het wantrouwende mensbeeld dat schuilt achter die participatiewet. Die gaat uit van mensen die niet willen, in plaats van dat mensen door omstandigheden niet kunnen. Dus als je dat andere mensbeeld al hebt, dan verandert er al heel veel. Daarmee gaat denk ik gepaard dat de bijstand ook omhoog zou moeten. En het staat in het regeerakkoord, maar wat mij betreft veel te marginaal en veel te weinig. Het is echt overleven. Op het moment dat je elke dag bezig bent met een puzzel leggen hoe je aan eten komt en voor je kinderen, dan heb je geen ruimte en rust. Kan je vertellen hoe dat voor jou was? Hè? Want je moest van een budget van €250 leven. Ja. Wat voor keuzes moest je maken als het ging over avondeten? Nou ja, heel veel keuzes. Je ziet dat ongezond eten veel goedkoper is dan gezond eten. Dus ik maakte voor mij, de kinderen zijn de helft van de tijd bij mij, de keuzes als zij er waren met fruit en groenten en verse groenten werken. Maar als zij dat niet maken, dan skipte ik de maaltijd. Of zelfs een aantal keer met paprika chips. En wat ik me heel erg heb gerealiseerd, is dat een aantal vanzelfsprekendheden eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld een ijsje waar je dus een week lang op moet sparen. Het is lekker weer en je bent buiten. Ja, precies. Kijk, als je niks hebt op je rekening, dan is een euro al te veel. En het meest pijnlijke vond ik wel, en dan is het voor mij niet echt, hè, zeg ik altijd. Hè. Ik wist dat er een einddatum was, het was een keuze. Maar ik weet nog dat in die allerlaatste dagen waarin ik geen cent meer te makken had, de boodschappen op waren, de kinderen eigenlijk bij hun vader zouden zijn en mijn oudste zoon aanbelde
belt en hey mama, ik kom 3 dagen bij jou. En in een flits van een seconde, het was een flits, maar in een flits van een seconde dacht ik, ik kan je er echt niet bij hebben. En dat vond ik zo pijnlijk. En dan te realiseren dat misschien ouders dit wel elke dag voelen als een kind wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeest en denken, ik kan dit er niet bij hebben. Dat is in en in triest. Dus die bijstand die moet echt omhoog. Het minimumloon moet echt omhoog. En niet over een jaar of 2 of geleidelijk, eigenlijk per direct. Zeker. Eigenlijk dit jaar al. Als je ziet hoe de kosten oplopen. Ja. En alle discussies die er nu in Den Haag worden gevoerd gaan heel erg over de koopkracht repareren voor 2023. Ja. Ergens voor volgend jaar. En het gaat niet over wat mensen bijvoorbeeld in de bijstand nu direct bij kunnen krijgen. Inderdaad. Dus dan heb je heel erg goed beschreven waarom dat zo belangrijk is. En jullie alle drie, hoe belangrijk de komende verkiezingen zijn. Zeker. En hoe jullie in jullie gemeente het verschil maken. Daarmee staan jullie echt symbool voor al die andere lijsttrekkers van GroenLinks. Door het hele land. Die de komende weken heel hard campagne gaan voeren. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En nog veel meer succes wensen voor de komende weken. We gaan er samen een mooie campagne van maken. Dank jullie wel. Dank je wel.